voor het filmpje van de Ergo Coach training wil ik hebben over de stoel achterin voor de verpleegkundigen. Het is zo dat wij die niet bijstellen, waardoor we een verkeerde houding hebben. Deed ik ook altijd vroeger, liet ik gewoon rechtuit staan. Maar ik heb op een gegeven moment last gehad van mijn SI-gewricht. En toen merkte ik van, dat het beter is om de stoel goed bij te stellen voor je houding. En anders maak je hele rare bewegingen. Ik wil het eventjes laten zien. Ja. Ja, wij kunnen dus de stoel instellen dat je gewoon rechtuit kijkt. Dat is fijn met rijden, maar dan zit je eigenlijk heel raar voor de patiënt. Wat je dan doet is dat je zo eroverheen gaat zitten en dan je patiënt benadert. En dan weer terug die kant op voor de monitor. Het is prettiger om met deze hendel de stoel bij te stellen. Ik heb er dan eigenlijk ook zo schuin staan. Op deze manier kan ik goed bij de monitor mijn spullen pakken. Ik heb ook goed zicht op de patiënt. En dat is voor de houding die je hebt een stuk beter. Dat is eigenlijk wat ik vertellen wilde over de stoel en het aanpassen van je houding.